ons gebied Pottendijk. We zijn allemaal omwonenden van de Pottendijk. We krijgen 17 windmolens voor ons kiezen. En ja, daar hebben we een aantal vragen over. Ruim twee jaar geleden, toen het hele proces in gang werd gesteld, was het uitgangspunt 17 windmolens op de Pottendijk. Er zijn inmiddels na 2,5 jaar verder allerlei avonden bezocht van platforms, windkracht 3, gemeenteraadsvergaderingen hebben we bezocht. We zijn naar fractieleden hebben we uitgenodigd, hebben we gesprekken mee gehad. En we zijn er niks meer opgeschoten. Dus nog steeds 17 windmolens op de Pottendijk. En we hebben nog een heleboel overlast. We hebben het geluidssportcentrum met de kartbaan, de racebaan, de crossbaan, de schietbaan. Dus het is voor ons genoeg. De opdracht ligt er gewoon en daar moet je mee doen. Dat zegt hij al 2 jaar en van dat standpunt wijkt hij niet vanaf. En ja, we gaan nog steeds voor een windmolenvrije Pottendijk, alhoewel die kans steeds kleiner wordt.